Natuurlijk, want ik krijg een heel jaar van Pedro op een meter dat ik altijd over die linkerkant van de baan naar achter rijd met mijn trekker op en neer. Want dan rijd ik hem veel te vast, zegt hij. En nou toch is hij daar weer net iets losser. Hij is losser daar, hoor. Ja, dan is hij toch weer net iets losser. Ja. Oké, okay. Dat zojuist ook een hele mooie overzichtsfoto van het evenement hier. Ja, nogmaals, met een hele mooie wolkenpartij erboven. En dat geeft u denk ik als kijker thuis ook een goed beeld. We hebben hier de drie banen, we hebben de drie sleepwagens. We hebben de teams die allemaal op afgezette plekken staan. De functionarissen en teams komen ook niet bij elkaar, behalve op de wedstrijdbanen. We hebben een groep links, we hebben een groep rechts. Ook die teams komen niet bij elkaar. Dus er wordt hier ook alles aan gedaan om de coronamaatregelen op de juiste wijze na te leven. Helaas past daar dan dit jaar geen publiek bij. Maar het is wel heel mooi dat we dit op deze wijze toch met u kunnen delen. En ik denk dat hier ook een eerste stap gezet is van iets wat, ondanks hoe de toekomst zich ook zal gaan ontwikkelen, iets wat wel bij ons zal blijven, denk ik. Want dit livestreamen, dat is toch wel een hele mooie toegevoegde waarde. Mooie klanken van AB erachter, vanuit het gras gefilmd. Hoe mooi kun je het hebben hier op baan nummer 1, Erik de Matrix. Ja, prachtige machine. Ja, we kunnen het niet anders zeggen. Maar ja, wel hopen dat die prestaties erbij komen. We hebben nog een paar prachtige machines die in die hoek gebouwd worden en zijn. Wat dat betreft, plaatjes rijden vaak in de National Competitie. Waar de mensen in Nederland vaak niet de weet van hebben. Maar zo mooi en competitief en technisch zo sterk dat het geweldig is om dat op dit moment ook weer hier op beeld te krijgen. Dat die ieder jaar ook natuurlijk op Maris Power Weekend actief zijn. De Cummins, beide gestart. Misschien ietsje minder brandstof nu. Dat je net ietsje heter staat. En dat de turbo's net wat makkelijker willen gaan draaien. Glenn Bastiaanse dus, die loopt naar het middenterrein. Corné Luijks is de man die we in beeld hebben bij de machine. Brian Luijks. Ja, en op zoek van de beginvlaggen wordt de ketting strak gezet. Frans Badhuis laat de ketting strak zetten. Erik, we hebben hem van voren frontaal in beeld. Kom weer worden de beelden niet. Het is fabelachtig. Ja. De laatste woorden van jou voor we onderweg gaan. Double Cummins, come on! Identieke dingen aan de eerste keer. Dus ik hoop voor de mannen heel misschien dat nog ietsje temperatuur iets doet. Wij nu weer op het moment van koppeling loslaten, dan moet je de motor net even iets doorpakken. Dan moeten die turbo's harder gaan draaien nog. Prachtig, hè? Tussendoor komen de foto's hier op binnen. Ik zie hier ook Jos Rietveld, Iron Horse. Het hele bedrijf, het hele team bij elkaar. Een groot scherm in de kantine opgehangen. Gewoon bedrijfsfeest aangemaakt. Mooi. Zo jammer, maar toch in ieder geval weer wat data verzameld. Zitten dataloggers op die motoren. En met die dataloggers verzamelen we informatie.